Yo, mens, Mark hier en welkom bij wat voelt als een aflevering van GTS-Stem. Want er zijn goede tijden en slechte tijden, zeker met deze game. En op een dag waarin het waarschijnlijk, ik neem aan, overal sneak heet is. Dus hopelijk houden jullie het goed vol vandaag. Uh, kijk, mijn voordeel is met deze game, is ik heb jullie. Dus als ik met iets zit, of jullie zitten iets met, met iets, dan kunnen we dat, you know, heen en weer gooien en dan kunnen we elkaars problemen oplossen. Uh, ik zit nu met wat je noemt een luxe probleem. Deze fase van de game kan je elke speler halen. Het enige nadeel is, je kan er nog steeds maar 11 per wedstrijd gebruiken. Dus ik moet nog 15 weekendleague potten. Ik heb geen idee hoe ik dat ga doen. Ik denk nu dat ik dit ga gebruiken. Maar ik heb nog een hele rits packs. Nog uh, 66 om precies te zijn. Waarvan er 20 51 spelers packs zijn. Ik heb nog extra packs om te claimen. Waardoor het hele probleem alleen maar groter wordt. Dus ik moet heel goed kijken van... Oké, okay, wat ben ik nou überhaupt aan het doen? Ik ga nog steeds 5 om 0 door het voltooien van de weekly challenge. Ik heb de daily login voltooid. Uh, waarvoor ik... Uh, oh nee, dat is voor daily player waarvoor ik het tussen krijg. Dus ik moet nog steeds een hele hoop doen. Dus ik ga nu deze packs openen. Ik ga live met jullie bespreken. Wat ik überhaupt met mijn team moet doen. En dan gaan jullie ook in deze video nog zien. Hoe dit überhaupt gaat met dat team. Nou, dankjewel. Op deze video zou enorm helpen. En als je überhaupt één van die vier hebt gepakt daar rechts: Dus een Ronaldo, een Sam Kerr, een Dembele. Of een Socrates of hel, een ander. Kan ook natuurlijk. Laat het dan vooral weten in de comments. Ik hoop deze video company te krijgen of Alaba. Dan zou ik gelukkig zijn. En dan gaan we kijken of het überhaupt lukt. Met ik weet dat je net natuurlijk al de intro hebt gezien. En je hebt een beetje het begin besproken en bla bla bla. Ik, een klein stukje nog voordat je zo verder kijkt. We kregen in deze stream waarvan je dus stukken gaat zien. In ieder geval dat, wat, vanwege wat we deden en al. Uh, we werden ik werd gerated door Nick. Run the Foot Market. De Red the Red to Glory onder andere. Al die gang. Uh, wat betekent dat een deel van zometeen in het Engels is? Want die you nodig know, waren heel veel Engelsen. Dus ik dacht, nou, know, ik kom hen een beetje tegemoet. Dus dat is de reden daarvoor. Ik vond het, het is een van de leukste streams die ik dit jaar heb gedaan. Want het is geen de leukste in die zin qua energie en al. Uh, maar dan weet je dat. Dus da dat ga je zien. Als ze 87-4 een futis kan geven, dan zou ik al tevreden genoeg zijn. Dus nu, kom op. Uh, Italiaans, CF. Del piero icon zou grappig zijn, maar het is Raspadori. Uit een 87... Oh, wow. <laughs> <Zee>. <laughs> See. Wait Well, didn't see that one coming. Um, first of all, thanks for the raid. Uh, secondly, I'm Dutch. Uh, I do speak English, but I certainly don't speak Swedish. Uh, I appreciate the love. I appreciate the red emotes in the chat. Um, Lord knows why I'm being raided, uh, but I do appreciate the sentiments. Um, I do run the road to glory. I do not play a ready player style. I appreciate all the follows, but I am Dutch. Jesus Christ, I don't even know what to say. <laughs> That's pretty nuts. I do I watch the road to glory like literally every day. I will. I will. I don't know why Nick decided to raid me or Remy did. I appreciate the love though. Like that shit's crazy. We will do the icon pick though. Like, uh, since you're all here anyway, um, is it still there? Or is it gone because I did it yesterday? Uh, I did it yesterday. So we'll get it back in the day in 22 hours. I got, uh, Charlton in my first one. And I got Kuman in my second one. I, c I can play a game with, um, with those guys. I know, uh, Stokes' tactics, uh, like, like Stokes plays like this. So he's 32 depth, 70, it's 32 width, 70 depth. Direct passing, of course, because why wouldn't you? 32, 5, 2, and 2. And he has his right back on stay back. Left back on overlap. Stay back cover center. Stay back cover center. Uh, stay central, come back. Stay central, get in behind. Stay central, get in behind. Oh yeah, right. I'm supposed to use um Sorloff and Sorloff, and uh, what's his name? Boniface. Totally not my cup of tea, but I can. I can. This is beyond nuts. Run a prediction. Lads, I can't do predictions. Um, and you might wonder why. I can't do predictions because in the Netherlands, um, or at least Dutch Twitch, you can't do predictions in the Netherlands and Belgium because of gambling laws. You can't gamble in the Netherlands, at least on Twitch. Uh Bunnyface would play in his place, I guess. And God, this feels so fucking awful, man. Baldy! Yeah, slot's not in the game, by the way. Uh slot's not in the game. So you'll have to deal with Baldy. Alright. God, I feel absolutely disgusting. Does she have to whip? Does she have whipped? Uh no she doesn't I don't oh yeah I can use Basha I can use Basha it'll be Basha's first game for the club Selma Basha where's she at here she at Selma Basha <laughs> all right let's go let's see am I going to face a rat ah uh, not that ready yeah he's a rat like that's just not the way I play let's see yes got it in one. Bro, all this jabbing, get the red, and you play like a rat. I I don't play like that though. I, I've never done that. I played FIFA nineteen though, but like even then, I didn't really play for headers. Do the gritty, then next go off to do the hand hearts. I sh oh god, that's a virtual own goal. That's insane, man. Uh, Nick was streaming. Remy, I guess, fixed the raid. He raided me. I'm Dutch. I'm awful. Uh, I appreciate all the love and stuff like that, but yeah, I'm Dutch. That's pretty much all you need to know, and that's two one, and that's Sorlov again. All right, God, we're almost there. Let's see. I don't know if that's ready, but like this opponent does have Sorlov, and he's oh God, he's going to score that one. I don't know why I got uh, switched to like my number three, which is like a pretty small player, but we'll be good. All right, let's see. Let's try another one. Oh my God, sir, so that's how that one works. Holy hell. All right, let's do it again. Whoop! Sorlov. Again. 4-2. Actually nuts. Actually insane. <laughs> All right, now I need to pause it. I need to pause it. All right. 1-4 goes to 2. Hat trick from Sorlov. 6-0 oh now for our tactics. It's pretty much this tough. 32 depth, 70 depth. 42 whip and attack direct passing 5 in the box 2-2 two, two, and then stay central get him behind stay central getting behind stay central come back to, so that the defense in the 4-4-2 stay back over center stay back over center uh, balanced uh, stay back and overlap uh, it's fine whatever we'll do this one for the final 87 uh, for the final 87 plus player pick and we're getting jesus christ <laughs> I know it's not the 99. I know it's not the 99, but still, it's still a good pull. I, I take that one. We take those. That's cold, man. That's cold. Five, five. Pele. We love to see it. Man doesn't have aerial, but he's still pretty damn great. Love it, man. He's gonna help me get Eto. Lern richtig zu spielen, du Kind. Trouwig zulke wie die Het grappigste is vooral na die clips, na wat we gedaan hebben. is, Het ergste wat ik moet toegeven op basis van dat potje is. Uh, ik vond het best wel leuk om op die minuten te spelen. Ik kan gewoon de hele tijd voorzet te pompen. Ik, ik snap het nu. Ik snap het. Ik bedoel, Boniface had één goal. Uh, Sorlov had er dus drie. Basha had geen assist. Maar van Persie dus met de voorzet wel. Want hij heeft die whipped pass. Plus. Ik snap de lore ervan. Dat klinkt vreselijk om te zeggen. Want zo moedig je mensen misschien alleen maar aan. Maar ik had het daarmee zin. Dus ik denk dat ik dit team ga gebruiken. Maar ah, pff, misschien denk ik een keertje een run doen. Met zo'n uh, zo zo red team. Ik kan me voorstellen wat de lol ervan is. Ik, ik ben niet hypocriet dat ik zeg. Oh, dat is vreselijk. Nee. Ik vond het grappig. Ik had het daarmee zin. Wat ook grappig is. Is dat ik nu. Uh, na wat gedoe. We hebben gisteren natuurlijk. Na, na de, na de initialer raid en bla bla, bla uh, Nog wat squads gedaan. Dit is de laatste squad. Voor ATO. Wat betekent dat ik nog steeds. Ik heb nog steeds flink wat packs natuurlijk. En uh, die gaan nog steeds geopend worden. Vrijdag krijgen wij ook een nieuwe best-of-badge in packs. En ik denk persoonlijk. Aangezien het altijd in jouw fase gaat. Ik denk dat er heel veel. Uh, team of Season spelers, Grades of the Game. Een beetje marks en packs krijgen dan. Want het is altijd in batches. You know? Batch 1, is dus beginfase van het jaar. Dan een beetje de middel. Een stukje daarna. En dan daarna het einde. Dus in die zin, ben zeer benieuwd. Nou, het ding is, ik moet nog steeds. Na dat potje dat je zag. Uh, moet ik nog steeds. 14 potten Wicked League. Nou, het is vandaag warm. Het is heel warm. Um, dus ik ga ze waarschijnlijk vanavond gewoon rushen. Dat is het meest realistische wat ik nu kan bedenken. Dus EtoWo. Uh, ik bedoel, op de bank komt die voor best, denk ik. Want beste vierste weekvoet. En dan zou het. Uh, ik denk wat ik ga doen is zo. En dan Rooney. Want hij heeft vooral pinkt. dat is wel goed. En Butta heeft geen passing, dus ik denk dat dit hem dan wordt. Uh, met dan dus Bonmati uiteraard op de bank. Pentakur ook nog een Modric. Die Bala, KK van Percy. Ik ga eerlijk zijn, misschien doen we dat dan volgende week. Dat ik gewoon een team maak waarmee ik van Persie kan starten. Basha kan starten. Sorlof kan starten. Boniface kan starten. Ik, ik, ik vond het grappig. Voor een keer. Ik kijk altijd Swabix videos en die heeft altijd de tijd van zijn leven. Dat kan ik niet. Even naar in ieder geval. Maar ik wil het op zich wel proberen, op zijn minst. Nou, qua SPC's die we nog steeds hebben staan. Um, ik kan deze nog vijf keer doen, technisch gezien. Al heb ik. Niet echt golds in mijn club nu meer. Dat zag je net ook al in die squad die we inleverden. Ik heb er nog een paar. Um, en ik heb nog... Uh, kijk hier, dit, dit is wat ik heb qua golds nog. het is niet veel. Ik kan er een paar playerpicks van maken, maar daar houdt het op. Wat ik nog heb is... Um, nou ja, heel veel packs, maar vooral... Ik geloof 20 of 21... Uh, 51 spelerspacks. Ik heb 1 of 2 27 spelerspacks... En aan de ene kant denk ik dat van, ah, oh, die kan ik nu doen, weet je wel. En Dan grind ik alles voor nu. En ik zou graag nog, ik zou graag nog Alaba krijgen. Dat is de kaart die ik het liefst wil, want die kan ik dan switchen met Vieira in-game. Maar behalve dat, ik, ik ben wel een beetje klaar met die best-of-batch van de huidige set. Dus ja, ik skip mijn kans op Futties, Ronaldo, Kerr, um, Dembele um, en Socrates. En bijvoorbeeld vooral Company. Company is erheen die ik het liefst zou willen samen met Alaba. Realistisch gezien van wat ik zou kunnen krijgen. Um, maar ik denk dat ik het accepteer. Ik, heb, ik verwacht dat Fuddys Team 4 vrij sick wordt. Uh, het zal betekenen dat we vrijdag qua packs echt flink los kunnen gaan. Want ik zal tegen die tijd dan... Nou um, ja, Karincha komt erbij. Um, Haaland komt erbij. Dus die zullen we dan ook hebben. Ha Haaland, you know, Ariel Plus, je weet wat we gaan doen. We gaan het in ieder geval proberen. Uh, Hamilton gaan we nog unlocken. Daily Play maak ik straks nog af. Waardoor we dit ook nog wel gaan voltooien. En dus Gattuso er ook nog bij krijgen qua fodder. Eh, uh, ga ik nog wel doen. Ik ga. Misschien dat ik dat voor een deel in playoffs doe. We gaan het zien. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. Ik, uh, ik hoop dat het met jullie vandaag lekker gaat. Ik snap dat het natuurlijk niet ideaal is qua weersomstandigheden voor iedereen. Maar. Gisteren was een goede vibe. het um, was insane. We gaan sowieso vaker streamen. Kijk, die energie kan je niet vaak matchen. Want, you know. Uh, ik ben niet nick. En ik ben ook niet zo hyped. Uh, uh, ik ben niet zo energiek als heel veel anderen. Maar. Het was in de insane. Het was lachen. Uh, we kunnen zoiets vaker proberen. En uh, we zien wel waar we komen. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. Ik, ik hoop dat jullie, you know, van die, van die spelers die je kunt krijgen. Ik hoop dat jullie Company krijgen. Alaba. Gavi lijkt me ook prima. Zat. Dembele, wat dan ook. Ik hoop dat jullie geblest worden. Uh, we gaan elkaar tussendoor wel zien. Ik stream gewoon nog natuurlijk tussendoor. Uh, Twitch link staat altijd in de beschrijving. En dan checken we elkaar bij de volgende. Doei doei.